Voorzitter, we hebben gevraagd om een debat over het coronabeleid en daar is alle aanleiding toe. Maar helaas lijkt het vandaag een debat te worden over de geloofwaardigheid en het gezag van dit kabinet. En voorzitter, ik spreek daar met een zekere tegenzin over, omdat dat gebeurt naar aanleiding van beelden uit het privéleven van de minister van Veiligheid en Justitie. En wij hem, net als iedereen denk ik, al het geluk van de wereld toewensen. De tweede reden dat ik daar tegenzin bij voel is omdat ieder mens fouten maakt. En ik denk dat er in deze zaal niemand is die nooit met die 1,5 meter regel in de problemen is geweest. Dus dat moet hier niet het punt zijn. Waarom is het dan toch een politiek probleem waar we het over moeten hebben? Waarom raakt het dan aan de geloofwaardigheid en het gezag? Omdat deze minister de voorzitter is van het Veiligheidsberaad. Omdat deze minister de baas is van de politiemensen die de regels moeten handhaven. Omdat deze minister bij de introductie van die boetes zei over mensen die zich niet aan de regels houden. Dit is een slordige, laconieke, asociale manier van omgaan met de maatregelen. Dat kost levens onnodig. Omdat de minister deze zomer nog zei, met betrekking tot die 1,5 meter maatregel, daaraan doe ik geen concessies. En dan steekt het, voorzitter. Dan steekt het bij mensen die zich oevers hebben getroost, bij ondernemers die zeggen, als ik niet voorkom dat mensen zich niet aan die regels houden, krijg ik misschien een boete van 10.000 euro, gaat mijn zaak misschien dicht. Dan steekt het in de wetenschap dat er Nederlanders zijn die maandenlang hun moeder niet hebben geknuffeld, die huwelijk hebben uitgesteld, die begrafenissen hebben moeten houden in een veel kleinere kring. Dan steekt het bij ouderen die hun kinderen niet hebben gezien vanuit verpleeghuizen. En dan steekt het als het beeld ontstaat van een kabinet dat streng is voor de samenleving en soft voor zichzelf. En daarom wil ik van het kabinet weten, van de minister-president en de minister, wat is je boodschap naar die handhaver die dat ingewikkelde gesprek moet voeren op straat over een boete? Wat is je boodschap naar mensen die, voor wie 390 euro wel een groot bedrag is dat ze moeten betalen? Wat is je boodschap ten aanzien van Nederlanders die ook moeite hebben met die regels op basis van dit kabinet? Hoe gaat u de geloofwaardigheid en het gezag herstellen? Maar voorzitter, ik wil het daar niet alleen over hebben. We wachten dat deel van het debat af. Het kabinet voelde niet voor een onafhankelijk extern advies over hoe het was gegaan met het coronabeleid. Maar het kwam er wel omdat deze Kamer dat wilde. En ik denk dat het nuttig is geweest, want we zagen gisteren al voorbeelden van veranderingen, van nieuwe maatregelen. Het kabinet besluit nu wel tot beschermingsmiddelen in de verpleeghuizen. Besluit nu wel tot preventief testen. Dat is winst. Mijn collega Marijnissen zal straks pleidooi houden wat raakt aan die beschermingsmiddelen in de zorg. En ik denk dat het essentieel is, want we willen niet nog een keer die nachtmerrie meemaken in de verpleeghuizen. En we willen niet nog een keer mensen zo lang weghouden bij hun geliefde. Maar voorzitter, wat de testen betreft zien we toch te vaak beloftes, beloftes, beloftes en de werkelijkheid die daarbij achterblijft. En dat heeft hele grote gevolgen. Het heeft grote gevolgen omdat een leraar die verkouden is de klas naar huis moet sturen, waardoor kinderen nog langer geen les krijgen. Het heeft hele grote gevolgen omdat mensen niet naar hun werk kunnen en het tast de testbereidheid aan. Het tast dus ook onze strategie aan die we moeten voeren om het virus in te dammen. En mijn vraag aan het kabinet is, waarom dan niet alleen gezegd, goh, interessant wat ze in Denemarken doen, maar die aanpak overgenomen, waar ze vanaf april al veel meer zijn gaan testen, laagdrempelig. En wordt het dan ook niet tijd, en dan zal ik onder andere met collega Klaver een lans opbreken, om mensen in die vitale beroepen prioritair te testen. Op weg naar een moment waarbij iedereen binnen de kortste keren een test krijgt en zijn uitslag. Want de gevolgen zijn anders heel erg groot. En voorzitter, dat is niet een bijzaak of iets waarvan je steeds kunt blijven zeggen, daar moeten we eens aan werken of dat moet op orde komen. Dat is essentieel in een strategie van indam. En het derde is de scholen. De schoolvakantie is wat mij betreft onvoldoende benut. De eerste schooldag kwam het bericht dat er een team kwam dat naar de ventilatie ging kijken. Mijn verzoek aan het kabinet is, help nou die scholen. En mijn vraag zou zijn, kan je daar niet aansluiten met die regionale codering die voor de verpleeghuizen gaat gelden om scholen te helpen? Kijk wat het Red Team daarover geadviseerd heeft, zodat kinderen, maar ook leraren veilig naar school kunnen en niet weer naar huis gestuurd moeten worden. Maar ook niet machteloos staan kijken bij een uitbraak. Voorzitter, indammen van het virus spaart levens en spaart onze economie. En daarvoor hebben we een lerend kabinet nodig met gezag.
Dat is de vraag voor dit kabinet. Hebben we een hardleers kabinet? Dat kunnen we ons eenvoudigweg niet permitteren. Niet wat betreft het virus en niet wat betreft de samenleving. Dank u wel.